Meneer Spekman, wat vond u van deze harde kritiek van Felix Rottenberg? Wat ik vond, en ik heb Felix daar ook over gebeld, ik vind het stom en ik vind het fout. En ik deel het ook niet. Dat heb ik hem ook gezegd. En overigens vond Felix dat ook. Hij heeft spijt van wat hij heeft gezegd? Nou ja, hij vond het ook stom dat hij zo heeft gedaan. De voorzitter van de kandidaatstellingscommissie moet onbevooroordeeld op goede en zorgvuldige manier de lijst samenstellen. Hij heeft ook niet gesproken overigens namens de kandidaatstellingscommissie. Dus hij deelt de opvatting. En ik zeg dat nog bij deze. Het was stom en fout. Zo gaan we niet met elkaar om. Kan hij dan nog wel door in deze functie? Wat mij betreft wel. Mensen moeten leren van fouten. En dit was een fout. Ook niet voor herhaling vatbaar. Maar hij kan wat mij betreft wel door als voorzitter van de kandidaatstellingscommissie. Ja, heeft hij Diederik Samsom niet enorme schade berokkend door deze harde kritiek? Ja, ik weet dat dat gebeurt in onze partij. Daarvoor heb ik ook gezegd, ik wil een partij zijn waar we mensen niet te snel opbranden. Dat heb ik afgelopen week gezegd en dat blijf ik herhalen. Ik ben daar zeer op tegen. We moeten wat meer geduld hebben met onze eigen mensen daarvoor staan. En ik sta daarvoor. Kan Samsom nog wel door als partijleider en mogelijk als kandidaat lijsttrekker voor 2007? Mij betreft wel, dat heb ik gezegd. Ik ben niet vergeten dat we op 14 zetels stonden en uiteindelijk Diederik met zijn campagne zijn we op 38 zetels gekomen. We branden te snel mensen op in de politiek. We moeten mensen kansen geven. En overigens heb ik zeer veel waardering voor het werk wat hij heeft gedaan.